Hallo, goedemiddag. Het is vandaag 22 augustus, woensdag. En ik ben de dag gestart met een lesje Pilates. Om 9 uur in Utrecht heb ik weer via OneFit geprobeerd. Was lekker. Ik merk wel echt dat ik niet lenig ben. Maar goed, dit is vooral ook wel voor je kracht heel erg goed. En daarna zijn Lissy en ik gezellig eventjes naar Frenchie Café gegaan. Dat is een nieuw cafeetje. En daar hebben we heerlijke red velvet pancakes gegeten. Echt super lekker. Ik had alleen mijn camera vergeten. Dus vandaar dat ik nu pas de vlog start. Maar goed, jullie hebben dat misschien op Instagram voorbij zien komen. Het was echt heel lekker. Ik ben nu weer een tijdje thuis. En ik ga eventjes een paar dingen doen voor school. Nu zul je denken, waarom? Want je bent toch gestopt met je werk in het onderwijs. Klopt, maar ik heb wel beloofd om nog een soort tabelletje te maken voor het ontwikkelingsperspectiefplan van de school. Want er is een soort overstap naar een nieuw sociaal-emotioneel programma en dat is nog niet verwerkt daarin. En ja, dat is niet zo fijn om dat een nieuw iemand gelijk te laten doen. Dus ik wil eigenlijk dat eventjes ontwerpen, zodat dat gewoon klaar is. Inmiddels is het al wat later. Ik heb eventjes gewerkt en ik heb me ook weer even opgemaakt. Dat heb ik niet gefilmd, maar ik had gewoon zin om even op te maken na het sporten. En ik heb weer dit palet gebruikt van Revolution. Deze is zo ontzettend goed. Ik vind de look ook echt best wel heel mooi geworden. En dit is het Regeneration Revelation Palette. En dat is schijnbaar een dupe van Huda Beauty, spreek je het zo uit? Volgens mij wel. Echt, ik vind het heel mooi geworden. En ik kreeg een pakketje binnen met kleding van Chiquelle. Want ik mocht daar weer wat dingetjes uitzoeken. En dat wil ik graag aan jullie laten zien. De eerste rok heb ik al meteen aangedaan. Dat is namelijk deze rok. Heel erg leuk. Dit is zo'n okergele linnen rok. En met allemaal knoopjes. Ik heb er nu een topje op met knoopjes. En ik dacht dat dat niet zo leuk zou zijn. Maar eigenlijk vind ik dat prima kan samen. En dit, ik weet niet, ik vind linnen zo'n lekker stofje. Deze gaat sowieso ook mee naar Thailand. En ik denk dat ik de paar warme dagen die er nu nog aankomen hier nog lekker van kan gaan genieten. Ik ben hier echt helemaal blij mee. Ik vind hem heel mooi staan. Ja, nu heb ik lelijke sokken eronder, maar echt een leuk ding. Ik zet alle linkjes even in de beschrijving trouwens. Zoals je ziet heb ik alles al enthousiast uitgepakt. En dan ga ik ook nog even deze items passen. Deze rok heb ik ook besteld. Oh, dat is de postbode voor nog meer pakketjes, denk ik. Wacht. Hallo. Hoi. Yes, indeed. Dat is mijn postbode. Ik laat dus maar even deze rok aan. Maar goed, want hij komt zo naar boven. Ik heb de deur beneden open gedaan. Oeh, dit is mijn pakketje van camera nu zo snel. Ik heb namelijk een aantal dingetjes besteld die ik nodig heb voor de serie die ik ga starten. Namelijk een clip-on microfoontje en van die pluisjes die tegen de wind beschermen. Eén daarvan kan ik misschien ook op deze camera doen. Dat is ook wel handig als ik buiten film. En een stevig klein statiefje, want ik heb er één waar eigenlijk deze camera iets te zwaar voor is. Dus nu heb ik dezelfde besteld die Lotte en Bonnie hebben. En die, dan weet ik gewoon dat die werkt met deze camera. Dus dat staat even los van die serie. Maar super excited. Gisteravond echt om 11 uur besteld. En het is er al. Thanks camera nu. Ik heb echt alles met knoopjes. Dat is helemaal een trend natuurlijk. Maar ik vind het ook gewoon echt heel leuk. Oh, deze is ook zo leuk. Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan dat ik deze maatje groter heb. Zodat hij niet gek loopt, zeg maar, hier zo. Want ik zie echt wel dat hij qua breedte om mijn heupen niet smaller had moeten zijn. Heel erg leuk. Deze is misschien ietsje langer. Heeft één knoopje verder of zo. En van dichtbij kun je dus zien dat hij een soort, ja, afgevlakt roze witachtig gestreept is. Oké, wauw. Ik vind deze ook echt prachtig. Ik vind hem heel mooi. Ik zou hem wel hier vastpinnen, want dat is iets te gevaarlijk, zeg maar, bij mij. Maar dat wist ik al toen ik dit bestelde, want dat heb ik gewoon altijd. Maar ik denk wel, als ik er gewoon zo'n heel laag zwart hemdje onder doe, kan het wel. Want ik vind hem verder echt perfect zitten. En gelukkig, want ik heb een 36 besteld, zit hij ook niet hier te strak bij mijn billen. En ik vind het ook wel mooi dat hij dan in je taille geaccentueerd is. En zwart is wel classy. En ik denk dat dit gewoon echt heel leuk is met basic slippertjes al. Dus ja, leuk. En je kan hem heel chic en heel casual dragen, denk ik. En dus echt super veel knoopjes ook weer. Zo, mijn spiegel is vies. Dat zie je altijd heel duidelijk als je zwart aan hebt. En dit is de laatste jurk. En ik vind hem heel erg cute. Maar ik denk dat dit het item is waar ik het meeste soort van over twijfel. Ik vind de kleur me wel heel mooi staan. Match bij mijn ogen. Het is ook weer een lekker stofje. Ik hou van lichtblauw met wit. Van knoopjes. Die zakken vind ik ook cute. Het model is op zich mooi.
Alleen ik weet niet of het gewoon helemaal het mooiste is bij mij. Ik vind dit echt prachtig bijvoorbeeld bij een zandloperfiguur. Dat je hier... Dit is namelijk een vrij grove streep. En het is een vrij grove stof. Bij die zwarte was het wat dunner. Dus dan zou ik dit echt mooi vinden als je een beetje décolleté hebt bijvoorbeeld. En dit... Dat het zo wijd uitloopt. Ja, ik weet niet. Het is een beetje pin-up-achtig, vind ik. En ik weet niet helemaal of het is wat ik ervan hoopte of zo. Ik zag er ook eigenlijk een met een iets dunnere streep. En die was denk ik mooier geweest voor mij. En misschien dat het wat rustiger wordt als je die knoop op de rug doet. Ik denk wel dat ik dit in ieder geval een stuk leuker vind. Dan poft het ook wat minder aan de bovenkant. Dit past denk ik een stuk beter bij mijn figuur. En dan aan de achterkant zit gewoon die strik, wat op zich prima is. Maar ik mocht ze dus uitzoeken. Dus ik heb ze gekregen, maar ik krijg niet betaald om dit te zeggen. Ik zeg wel eerlijk tegen jullie. Kijk, ik kan het ook laten zien. Nergens draadjes bij de knoopjes zitten goed stevig vast. Ook die knoopsgaten gewoon mooi afgewerkt allemaal. Daar kan ik echt geen negatieve dingen over zeggen. Een beetje een close-up van de stoffen, zodat je ziet hoe dat is. Deze is zo zacht. Ik zet linkjes hieronder. Hallo, het is vandaag donderdag en ik ben bezig geweest met wat werk voor school, wat ik jullie gisteren volgens mij al heb uitgelegd. En verder heb ik eigenlijk een beetje rustig aangedaan. Vanochtend werd ik wakker met hoofdpijn en ik dacht ik zet de wekker toch maar even wat later. Dus ik was wat later gestart en ik ben vooral bezig geweest met ideetjes voor mijn serie en wat mailtjes en wat mensen benaderen en zo. Maar het is nu 3 uur, dus de dag is nog niet voorbij. En ik ga zo filmen. Ik heb de laatste tijd een heleboel nieuwe producten die ik echt heel erg fijn vind. Of nou ja, nieuw. Niet per se nieuw, maar wel bepaalde dingen waar ik gewoon helemaal gek op ben. Die zijn veranderd. Die knotselt niet goed, dus ik doe even mijn haar los. Maar ja, dat vind ik gewoon heel leuk om even met jullie te delen. Omdat ik merk dat er weer wat nieuwe producten in me routine is aangekomen. Dus daar ga ik een video over opmaken. De laatste tijd vind ik het ook weer leuk om gewoon af en toe die good old video's op te nemen. Omdat ze niet voor niks altijd zo geliefd waren vroeger. En ja, lekker ontspannen. Ik hou er wel van. En die Q&A die ik heb opgenomen laatst, die hebben jullie ook hartstikke goed ontvangen. Ik ben even koffie aan het zetten. Super leuk. Daar was ik echt blij om. Want dat is altijd iets wat best wel persoonlijk is. En als het dan goed aanslaat, dan ja, is dat niet alleen van oh, ik heb de video goed gemaakt, maar gewoon van ja, mensen vinden me wel leuk of zo. Ik vind het nu heel kansloos, maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Ik ga op dit moment even een mini Magnum pakken. Nu nog de vraag welke smaak. Puur melk of wit hebben we ook nog en met amandel. Dat is mijn favoriet, maar die is vast wel op. Ja, of course. Oh, yes, er is er nog één. Yes, er is er nog één. Ik doe nu een polletje in beeld. Welke zou jij kiezen? Amandel, melk, puur of wit? Deze zijn van de Lidl trouwens. Niet gesponsord, I wish. Maar ik vind deze echt misschien wel lekkerder dan de gewone mini Magnums. En van alle andere winkels, vooral van de Albert Heijn, vind ik hem helemaal niet zo heel lekker. Want bij de Albert Heijn is het ijs heel anders. Is het echt een soort van roomijs. En hier zit meer dat stevige en vanille wat een gewone Magnum ook heeft, vind ik. Ik vind deze echt super lekker. Ik heb trouwens vandaag dit blouseje aan van de Wee en deze jeans van de Costus en gewoon even mijn Birkenstocks. En ik ga nu eerst nog eventjes een aflevering Love Island kijken. Ik ben bijna bij de finale en dan is het tijd om te gaan filmen. Kijk hoe gezellig. Nou, Marco is thuis weer. Hi. En we gaan echt super lekker eten. In eerste instantie had ik een ander gerecht in gedachten, maar toen trok ik de kast open en toen zag ik hoe heet het nou, tikka masala staan, gewoon uit een potje. En ik zag dat we aubergine hadden, dus toen dachten we gaan weer voor onze favoriet, namelijk India's. Dus dit is tikka masala met kip en dit is aubergine, champignons, paprika, ui en ja, dat is het toch? Een broodje met allemaal kruiden. En dan hebben we broodjes om het mee te dippen. Hoe heet dat nou ook alweer? Ik kom er niet op. Pita? Nee, naan natuurlijk. En rijst. En we gaan verder met suits. Het is echt super spannend. We zijn er wel gelijk eigenlijk weer goed in. Dus dat is wel super leuk. En wat we zo gaan doen is ook heel erg leuk. Maar daar vertellen we jullie zo meer over, toch? Wat we zo gaan doen. Eerst eten. Eerst eten. Oké, ik moet jullie even bijpraten. Want ik werd net gebeld door mijn vader.
met echt heel stom bericht. Namelijk dat Minoes, dat is de kat die we al hadden toen ik nog gewoon vanaf dat ik een jaar of 9 was of zo. En die woonde nu nog bij mijn vader. Dat die is overleden. Echt heel snel. Hij kwam thuis. En ze liep eerst nog gewoon naar hem toe. En toen was hij eventjes, had hij, weet ik veel, de vuilniszak of zo weggebracht buiten. Toen kwam hij weer binnen. En toen was ze gewoon letterlijk omgevallen. Maar ja, ik zag haar vorige week. En toen zag ik al wel dat ze super mager was. En ja, ze was al wel een tijdje gewoon duidelijk ouder aan het worden. Ja, ze was bijna 18 en ze werd gewoon wat krakkemikkig en zo. Maar er waren niet echt, bij bijvoorbeeld Luna, dat was echt een kat die ik vanaf dat ik 7 was had. Die hebben we moeten laten inslapen. Maar die kreeg echt, ja, last van bijvoorbeeld dat ze alles liet lopen opeens. En echt van die dingen waarmee je naar de dierenarts gaat. Omdat je gewoon weet, er is iets niet oké. Maar haar zagen we gewoon dat ze ouder werd. Maar ja, ze leek nergens last van te hebben. Dus ik denk voor haar dat ze gelukkig niet echt ergens last van heeft gehad. En dat ze gelukkig dan niet echt een, ja, pijnlijk eind heeft gehad. En ik vind het voor mijn vader ook fijn dat hij niet het heeft moeten beslissen. Want dat, ik weet dat hij dat heel moeilijk vindt. Toen met Luna moesten wij ook echt zeggen van ja, het is gewoon echt beter, weet je wel. Maar ik vind het ook heel stom voor mijn vader. Want deze kat is dus gewoon nog met hem mee verhuisd. En naar de nieuwe woning. En ja, ik weet niet. Mijn vader woont alleen. Maar hij had wel altijd gewoon katten in huis. En nu zijn er ook opeens geen katten meer. Dus dat is natuurlijk wel heel gek. Wel leuk zijn als die nieuwe kat. Ik heb al gezegd, over een tijdje wil er nu niet aan denken. Maar gaan we gewoon naar het asiel. En dan gaan we gewoon een wat oudere kat. Die zeg maar niet, geen kitten. Maar gewoon een kat die prima kan wennen bij jou thuis. Gaan we daarvoor kijken. Maar goed, ik zal hem nu eerst even de tijd geven daarvoor. Maar ja, dat vind ik vooral ook heel erg vervelend eigenlijk. Beetje sad wel, moet ik zeggen. Maar goed, nu zijn we even heel wat anders. Maar nu zijn we onderweg naar een voetbalwedstrijd, want Tom en Joris zijn vrienden van ons, de vriendjes van goede vriendinnen van mij, die hebben een wedstrijd, of tenminste Tom gaat een wedstrijd voetballen. Hij heeft niet meer echt dat hij op voetbal zit, toch? Of is het nou wel dat hij op voetbal zit? Ik weet niet of dit nou zo'n toernooi is wat hij af en toe met vrienden doet, of dat hij echt op voetbal zit. Wauw. Ik weet niet eens. Precies welk team hij zit. Nou ja. Hij voetbalt in ieder geval. En Joris, die is scheidsrechter. Of tenminste, hij vlogt op best wel een hoog niveau. Zeg maar net niet dat hij de wedstrijden doet die op tv komen. Maar hij zit er wel echt tegenaan voor het vlaggen nu. Maar nou ja, hij vond het heel leuk om dan een keer, zeg maar, nu een wedstrijd waar een andere vriend van ons speelt. Om die gewoon scheidsrechter te zijn, zeg maar. Dus we gaan hun allebei op het veld zien, maar in een andere rol. En voor wie ga je juichen en Judith, wie ga je uitschelden? Ja, dat weet ik niet. En Judith en Chantal zijn er natuurlijk ook. Dus het wordt wel gezellig. Ik hoop dat het droog blijft. Maar goed, we hebben een paraplu mee. En het is hier in de buurt, dus dat is wel relaxed. Ja, het lijkt nu heel ongevoelig, hè, hoe ik zo overga van het een op het ander. Maar ik weet niet, ja. Je weet, zit er ook al een tijdje al een beetje aan zit te komen. En ik ben echt dol op dat beestje. Serieus, maar op de een of andere manier, misschien ook omdat ik het nu niet, het moment niet heb gezien. Het gaat natuurlijk wel gek zijn, maar dan, het is toch wel anders. En ik woonde natuurlijk niet meer, ik werd niet elke dag wakker met die kat in huis. Dat is al, je neemt al op een andere manier afscheid als je, zeg maar, uit huis gaat. Dan zie je die kat opeens veel minder. Het is voor mijn vader denk ik echt veel gekker, heel leeg opeens. Dus ja, zo, er komen nu wel donkere broeken aan. Zit ik net nog te vertellen dat het wel goed eruit ziet. Moet je kijken. Ik ben erg benieuwd of dit goed blijft gaan. We hebben wel lekker weer uitgekozen, hè, schat? Ja, maar we zijn hier wel voor sporten, dus dat is mooi. Hoi, het is vandaag vrijdag en vanochtend had ik een therapiesessie en die ging echt goed. Dus daar ben ik heel blij om. Goed gevoel over. En ik heb even boodschappen gehaald. Ik ga het jullie laten zien. Ik zag dat het witte wasmiddel bijna op was. Oh, even mijn appjes. En ik zag deze in de aanbieding met jasmijn en citrus. Super lekkere geuren, dus ik heb die gekocht. Surinaamse schoolijssalade. Ongezouten roomboter, want daarvoor ging ik eigenlijk naar de appie. Dit is echt mijn favoriete kwarktaart die je heel easy kan maken. En ik ben dinsdag jarig, dus ik dacht ik ga een kwarktaartje maken. En dan heb ik daar ook kwark voor nodig en slagroom. Dan dit eet ik altijd bij mijn ontbijt en die was weer bijna op.
tandenborstels en tandpasta. Voor zometeen ga ik dit lekker eten, denk ik. En clipperthee, die was op. Oh, zo lekker. En ik heb mezelf verwend hiermee. En dat komt omdat de Senseo het gewoon niet doet. Hij zuigt steeds vacuüm. De koffie loopt overal langs, behalve in het kopje. Ik denk dat hij sowieso ontkalkt moet worden. Dat geeft hij ook aan. En al een tijdje, om heel eerlijk te zijn. Dus dat is natuurlijk ook niet zo goed. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon een keertje ermee op is gehouden. Ik heb echt van alles al geprobeerd. Maar toen dacht ik, nou, goed excuus om een keertje. Normaal drink koffie altijd zwart, maar zulke lekkere koffie met een smaakje te proberen. En dit is karamel latte. En dit is coconut latte. Oh, die lijkt me ook heel lekker. Het is echt best wel duur. Maar ik dacht, nu mag het dan een keertje. En dat doe je gewoon met water. Dus ik zal jullie laten weten hoe die zijn als ik ze allebei heb geprobeerd. Ik lunch in de laatste tijd ook wel echt weer wat vaker met broodjes. Niet echt vaak croissantjes hoor, nu wel. En op zich is dat prima. Alleen, ja, ik denk tegelijkertijd moet je er wel even op letten. Want normaal deed ik altijd crackers die echt een stuk meer mager waren. En ja, het is nu gewoon even een zaak om een beetje stabiel te blijven. Want het zou zonde zijn als mijn jurk opeens niet meer helemaal past. Want dan moeten ze weer iets van maken. En dat is gewoon zonde. Want dan wordt de jurk niet mooier van. Een trouwjurk natuurlijk. Dus enigszins worried, maar ook weer niet helemaal. Want sinds de vorige keer passen was ik wel ietsje aangekomen. En dat is ook logisch, want de eerste keer toen ik ging passen was ik eigenlijk per toeval iets magerder door stress en zo. Maar eigenlijk ben ik nu nog hetzelfde als de vorige keer. En ik ga 7 september alweer. En ik heb niet heel veel veranderd. En dat ga ik ook niet doen. Maar vanavond ga ik ook sushi eten. Super lekker. Met Lotte heb ik haar gegeven voor de verjaardag. En we dachten, we plannen het gewoon gelijk in. Dus we gaan bij de Sushi Today bij Galgenwaard. Utrecht Galgenwaard. Die is echt heel erg lekker. Gaan we lekker all you can eat sushi doen. Super chill. Heel veel zin in. Maar vandaag ga ik eerst nog eventjes werken. Ik ga lekker wat video's editen. Ik heb er nog 2 klaarstaan. En misschien ook wat filmen. Gewoon omdat ik daar op zich wel zin in heb. Maar dan moet ik even kijken of dat handig is. Want op zich heb ik daar volgende week ook heel veel tijd voor. En als ik er nu nog 2 voorraad heb, dan is het misschien handiger om die eerst te gaan editen. Snap je? Qua tijdverdeling. Want in het weekend heb ik niet echt tijd om te editen. En was ik het ook niet echt van plan. Zo, ik voel me echt goed. Ik ben zo blij. Ik weet niet. Het was echt heerlijk. Ik ben ook eventjes langs de HEMA gegaan. En daar heb ik echt een heleboel make-up producten gekocht. Want ik wil hier een totale look mee maken. Het zag er allemaal zo goed uit. En ik zag zoveel nieuwe dingen. Ook deze foundation die ze in 3 verschillende ondertonen hebben. Namelijk cool, of nou ja, rose volgens mij. Warm en neutral. En nieuwe primers. En ik zag lipliners die er vet goed uitzagen. Mooie losse poeder. Ook deze highlighter ben ik vet benieuwd naar. Fixing spray, pomade. Een eyebrow pomade. Vroeger hadden ze alleen zo'n poeder. Nou, ik ben echt super benieuwd. Dus als jullie dat ook zijn, laat het even weten. Dan ga ik hier een lookje van opnemen. Maar eigenlijk ging ik voor wat anders naar de HEMA. Ik heb namelijk deze gekocht voor mijn verjaardag alvast dinsdag. Vind ik gewoon leuk voor een fotootje op Instagram of zo. Ik ben heel benieuwd hoeveel jaar ik dit nog blijf doen. Zal ik dit ook nog doen als ik 30 word? I don't know. Dan deze vlaggenslinger. Die vond ik heel cute. Vooral die met confetti die ertussen zitten. En servetjes. Als iemand taart komt eten die ik dus ga maken misschien. En deze kaarsjes eventueel om erin te doen. Weet ik veel. Anders bewaar ik ze wel voor Marco's verjaardag. En ik zag deze kaart in de sale en dit is een kaart met confetti. Niet per se een verjaardagskaart. En ik vind het altijd leuk om wat kaarten in huis te hebben. Ik vond deze gewoon echt heel cute en vrolijk. Dus die ga ik een keer voor iets bijzonders aan iemand geven. Ja. Ik heb net eens die koffie met karamel gehad. Vond ik echt heel lekker. Alleen daarvan vond ik de geur een beetje gek of zo. Niet echt karamelachtig, dacht ik. En deze ruikt zo lekker. Dit is die met kokos. Ik weet bijna zeker dat ik dit lekker vind. Ik bestel soms ook wel eens cappuccino met kokosmelk. Vind ik echt heel lekker als ze dat hebben in een cafeetje. Het is alleen echt nog heel heet. Ik wou een leuke slok voor de camera nemen, maar oh, lekker. Word je ook echt een beetje rozig van ofzo. Dit is echt zo'n avondlatte eigenlijk. Ik geef zo even mijn eindoordeel. Deze kokosnoot is trouwens limited edition, stond erbij. Ik kreeg trouwens op Instagram toen ik een foto plaatste echt zoveel
positieve reacties van jullie. Heel veel mensen hadden ze blijkbaar al geprobeerd en vinden ze mega lekker. Dus nou ja, dan was dat vast wel een goede splurge een keer, toch? Zeker omdat mijn koffiezetapparaat het gewoon niet doet nu. Het is alweer avond en ik ga dus nu richting de Sushi Today. Heel veel zin in, daar ga ik Lotte meet. Ik had echt outfit struggles, ik wist het allemaal niet. Op de achtergrond kan je zien dat ik outfit stress had. Maar goed, deze body is dus van de H&M. Van 3 jaar terug of zo. En dan heb ik deze flared broek aan. Die is van vorig jaar, van de Costes. Ik vind alleen wel door die body of zo dat mijn kont een beetje wordt platgedrukt. Maar goed. Ik weet het ook even niet meer anders. Ik heb al zoveel aangehad. En deze tas is van Conget Fashion. Die zal ik even linken in de beschrijving. Met zilveren hardware. En dan deze heb ik ook echt al jaren. Van de Invito. Dat zijn gewoon chille basic zwarte enkellaarsjes. Ja, ik vind het wel leuk. Mijn haar had ik het liefst nog even willen stylen. Want het zit nu echt zo net niet. Het is heel raar opgedroogd vanochtend. Want ik moest met nat haar de deur uit. Maar goed. En de lipstick die ik draag trouwens is Lolita van Kat Von D. Dat is echt een van mijn favo lipkleuren. En die is heel comfy. Hallo, het is vandaag zaterdag en wij hebben een afspraak op onze trouwlocatie om nog eventjes wat dingen door te bespreken. Ik moest me een beetje haasten, ik zie nu wat bronzervlekken op mijn voorhoofd, maar oké. Dit is mijn outfit vandaag. Het is vandaag echt nu pas 11 graden, het wordt 17, dus totaal niet warm. En het gaat regenen en onweren. Ik heb dit blouseje aan van de Costes, die vind ik nog steeds zo leuk. Die is van vorig jaar. Heel leuk. Ik zag dat ze hem nu in het roze hebben of nude-achtig met deze luipaardjes. En ook heel veel kleuren met bijvoorbeeld zebraatjes. Dan heb ik deze broek aan. Die is van de H&M. Dat is gewoon zo'n soort... Ja, het is niet echt een jeans, want het is van katoen. Maar hij is wel low-waist en daar moet ik echt een beetje aan wennen. Je had ook zo gek staan. Dan ziet je kont er zo plat uit of zo. Maar ik weet niet, ik vond het bij deze look wel heel erg leuk. Flared is hij dus. Puma's, die zitten gewoon altijd heel erg chill. En ik had echt geen zin in hakken. En dit tasje is van Conget Fashion. Ik zet weer linkjes hieronder. Ik weet dat dit niet heel mooi is bij de riem. Maar ik zoek eigenlijk nog een mooi zwart tasje met gouden hardware. Maar die heb ik helaas nog niet. En ik heb wat gouden accessoires. Dus mijn tasje moet ik maar gewoon snel op de grond zetten als ik er ben of zo. Ja, ik vind het wel leuk. Ik doe mijn leren jasje hierover aan. En nu bij Panorama Restaurant de Blauwe Kamer. Want dit wordt mogelijk hier ergens onze fotolocatie. En je hebt daar heel schattige hertjes. En heel veel kinderen hiernaast. En we hebben net afspraak gehad bij de trouwlocatie. Ging hartstikke goed, hè? Heel goed zelfs. Ja, alles komt gewoon helemaal in orde. Ja, dus ze kunnen echt alles regelen. Dus, en nu hebben we even ook een lekkere lunch besteld. Kijk even hoe lekker. Ik ben een halfpotje drie. Blijkbaar hebben we toch iets meer geluk met het weer dan ik dacht. We zijn nu dus bij het beschermde natuurgebied de Blauwe Kamer. Dat kreeg ik als tip. Van een, ja, niet echt collega, maar wel, ja, niet ex-collega, maar een psycholoog van een andere school in de regio die ik wel vaker sprak. En ze zei, ik kom daar uit de buurt vandaan, je moet eens bij de Blauwe Kamer kijken. En we hebben net eventjes bij dat Panorama restaurant gegeten en dat was heel erg lekker en zo schattig, want er zijn hier dus ook allemaal mooie hertjes en zo. En, oh ja, daar is het volgens mij, daar verderop. Ik heb al allemaal leuke dingen opgezocht op internet en ik zag echt mooie plekjes voor foto's. Hier heb je bijvoorbeeld ook al een hele coole superlage boom zoals je ziet. En het is ook heel fijn dat hier een pad is, omdat dat vind ik gewoon met mijn jurk belangrijk. Ja. Oké, okay, daar moeten we dan misschien nog steeds op letten. Ja, kijk, hier is wat ik bedoel. Daar had ik echt mooie foto's gezien. Het is inmiddels wat later op de dag en wij gaan nu naar een proefles voor onze openingsdans. En ik dacht, ik doe lekker rode lipstick op. Voel ik me alvast helemaal ready. Niet dat ik dat ga dragen op mijn bruiloft, maar ik weet niet. Dance vibes. Ik heb gewoon een comfortabel stretchy shirt aan en een soort flowy broek. Ik vond dit wel een soort dansbroek of zo. Die is van Naked trouwens. Ik zal linkjes hieronder zetten en die topjes van de Primark. En ik heb brogues aan, maar ik heb wel hakjes mee voor als het handig is om daarop te oefenen. Ik heb geen idee. Ik dacht, ik neem ze maar mee. Die broek die ik net aan had, die was echt te strak en niet comfortabel genoeg om in te dansen. Maar deze is echt zo'n heel lekkere stof. Dus dit zou prima kunnen.
En verder is het natuurlijk meer een openingsdans. Ja, je moet het in je bruidsjurk kunnen. Dus je gaat niet de meest atletische dingen doen. Dus je hoeft geen sportlegging outfit aan, snap je? Lieve schat. Lieve schoonheid, hallo. Hoe vond je de proefles? Nou, ik ben erachter dat ik gewoon heel goed kan dansen. Ja, dat was wel echt heel leuk, toch? Dat was het wel. Het was zeker heel leuk. Echt een hele aardige kerel. Ja. En ja, hele leuke voorbeelden heeft hij laten zien. Dus we hebben besloten om daar inderdaad les te gaan nemen. Kost wel weer wat extra, maar we hebben ook zoiets van, het is niet alleen voor de bruiloft. Want wij vinden het ook gewoon leuk om sowieso een beetje die basispasjes van bepaalde dansstijlen te kunnen. Zodat we gewoon ja, spontaan, als we het willen, samen kunnen dansen ergens. Want nu... We waren een keer op zo'n Latin festival, ja. Hè? Ja. En dan ja, we weet je gewoon tegenover elkaar staan. Ja, precies. Ja. Maar veel leuker om met elkaar te dansen. Ja, dus dat is gewoon super leuk. En ja, dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben mega benieuwd. Ik ook. En we hebben een paar dubbele lessen. Dus we hoeven niet 10 keer daarheen in 6 weken. Volgens mij iets van 7 afspraken of zo. Zit hier nou rode lippenstift vast? Dat zie je. Nee, het is gewoon wat. Nou, ik ga nu in ieder geval eventjes kwarktaart maken, want die had ik gehaald. Omdat ik niet zeker wist van of ja, er mensen zouden komen op mijn verjaardag, maar die blijft al een paar dagen goed. En ik heb nu zin in kwarktaart. Dus ik dacht, ik ga het nu gewoon maken. Dan kunnen Marco en ik het vanavond eten. Maar ik ben pas dinsdag jarig en het is nu zaterdag. Ach ja. Dinsdag jarig? Maakt niet uit. Ja. Ik heb trouwens bij de HEMA... Oh ja, ik heb bij de HEMA van die... versieringen gehaald en dan vroeg ik me af of jij misschien morgen een foto van mij zou willen maken die ik dan dinsdag op mijn Instagram kan plaatsen. Met die, van die ballonnen met 28. Mm-hmm. Wil je dat? Dat jouw oud zeg, ja dat wil ik wel hoor. Morgen gaan we ook lekker sporten. Toch? Ja. Ik heb ook wel zin in. Even wakker worden. En ja, verder heel weinig, dus dat is echt super chill. Oef. Een dag zonder verplichtingen. Ondertussen ga ik mijn vlogfamilie kijken. Jee, ze hebben net een 4e baby. Superleuk. Daar staat hij dan. Nu even opstijven. Dit is echt het makkelijkste ooit om te maken. 2 vlogs geleden had iemand iets over mijn tanden gezegd. En nu denk ik echt de hele tijd van... ik heb ook echt best wel gele tanden. Ik heb gewoon niet heel erg witte tanden van mezelf. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ik weet niet of het slim is om dit te zeggen. Want nu gaat het misschien ook mensen opvallen die ik niet opviel. Maar ik ben gewoon graag eerlijk met jullie. Ik heb gewoon niet heel witte tanden. Verder ben ik best blij met mijn tanden, als in, ik heb er 4,5 jaar beugels voor gehad. Dus je wil niet weten waar ik vandaan kwam. Alleen, ja, ik bedoel, ik poets gewoon goed en ik stook en alles. Maar ik drink wel koffie en thee, ik rook niet. Iemand ging er dus vanuit dat ik rookte. Ja, mijn lip zit niet meer heel mooi, maar... It's not the best, maar ik merk nu dat ik me er echt heel bewust van ben. Dus dat is echt heel stom ook eigenlijk, door gewoon een opmerking. Moet ik niet doen, maar ja, dat zou ik even zeggen. Marco heeft het koffiezetapparaat gefixt. I'm really happy. En ik heb net weer kwasten gewassen, laatst ook al. Maar dit zijn zeg maar de kwasten die ik gebruik als ik wel eens iemand anders op maak. En ik had vorige keer bij iemand proefmake-up voor de bruiloft gedaan. En morgen komt een vriendin van haar, dus dat is super leuk. Zo doe je dat nooit en zo doe je het in één keer een paar keer. Want ik had ook laatst 2 vriendinnen die als gast naar een bruiloft gingen opgemaakt. Dus nu is het de 4e keer in... Ik denk een maandje of zo dat ik opeens iemand opmaak. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar dan vind ik het natuurlijk nog even extra belangrijk dat alles goed schoon is. Dus dat heb ik eventjes gedaan. Dan is het in ieder geval droog maandag. Ik ben nog eventjes wat aan het kijken van de Love Island finale. Daar ben ik nu bijna tenminste. Maar ik ga deze vlog even afsluiten. Want ik heb echt alweer heel veel gefilmd. En dan open ik morgen gewoon weer een nieuwe vlog. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!